Ja, ik ben benieuwd, wat vond je mooi aan het accordeonspel van je opa? Als kleine jongen was dat al, ja, die had accordeon, ik zag mijn opa daarbij zitten. En ik zag hoe mijn opa dat beleefde. Ja. En daarnaast die klanken, ik hou van die stijl van muziek, gevoel. Ja. Ik was gek op voetbal, maar als mijn opa de accordeon pakte, dan zat ik thuis bij mijn opa. En wat voor liedje speelde hij dan? Was het ook bekende liedjes of was het ja, gewoon... Ja, het was ja, ook wel lekkere meezingen nummers. Ja. Een meisje binnen zeemannen en ja, een paar andere nummers. Ja. Maar je ging er helemaal in op. En ik als kleine jongen, ik ook. Ja, oké. Okay. Ja, het gelijk van het eerste moment dat ik rechts was, dacht ik, super om... als ik bij mijn opa thuis was, dan... ik voelde het ook zelfs om. Ja? Mijn opa speelde even, dat kon niet. En hoe oud was je toen? Ik was toen een jaar of... Nou, 8, 9 jaar. Oké. Okay. En welk instrument ben je zelf gaan bespelen? Want heb accordeon, geprobeerd. Okay. Echt, ook meisje, ik ben een zeeman, want dat duurde allemaal veel te lang. En ik was toch gek van voetbal en spelen. En, ja. Ja, het was niet aan mij besteed. Moet je ook in de vingers hebben. Ja, ja, ja. En heb je nog andere instrumenten? Ja, ik heb Porsche keyboard gedaan. Ik was echt gek van instrumenten. Maar ja. Om dat te bespelen, dat kon ik gewoon niet. Ik was wel muzikaal, maar niet om iets te doen met je handen. Oké. Okay. Een gitaar of zo, ik vind het allemaal geweldig. Een gitaar bijvoorbeeld, of een accordeon, of een piano, keyboard, vind ik heel leuk. Maar nooit echt, toen ik accordeon begon leren en keyboard spelen, ja. Toen ik eigenlijk toen in die tijd door moest gaan, weet je wel. Ik ging iedere week naar les. Ging je niet? Nou ja, ik ging er wel, maar het was belangrijk gewoon, ik heb daar geen zin meer in. Ja. Ik zet het liever achter de meisjes aan en zo. Oké. En toen op een gegeven moment had je dus wel gaan zingen, maar dat moest je ook wel oefenen, denk ik, of niet? Zingen, ja, natuurlijk. Ik, ja, of oefenen, weet ik niet. Nou, laat ik zo zeggen, wanneer... Oefenen baat wel kunst, natuurlijk. Wanneer ik ben begonnen te zingen, is puur het feit, ik was altijd voetballer. Ik zat vaak op de bank en ik kwam bij ons vaak regelmatig artiesten langs, die dan Nederlandstalige muziek zong. En ik hield van ontzettend van Nederlandstalige muziek. Welke? Ja, dat varieert nogal. Gewoon van alles. Ja, ik dacht misschien, heb je er eentje, of had je er eentje in die tijd die je echt helemaal te gek vond? Ja, op Engelstalig gebied George Baker vond ik leuk. Nederlandstalig gebied Frans Bauer vond ik leuk. Marina Weber vond ik leuk. Koos Albers. Vond ik leuke stijl van muziek. En zo op een dag was er een artiest die... het was een feestje van mijn schoonmoeder. Die stond op het bandje te spelen. Ik had overlegd, ik zei, mag ik ook een paar nummers zingen? Nou, ik had al stevig gedronken. Ik ga de bühne op. Toen heb ik een liedje gezongen daar en mijn vader was daarbij aanwezig. En die zei, we gaan een beetje wat gaan doen. Mijn vader zit toevallig ook in de muziek, die heeft een platenzaak. Ja, goed, ja. En die heeft toen eerst een singeltje voor mij bekostigd. Maar had je daarvoor, zong je al of was het gewoon echt de eerste keer dat je gewoon... Ja, ik zong, ja. Ik ben altijd wel iemand geweest, playback shows. Ik mocht wel graag in de spotlight staan. Okay. Om iets te doen. Echt zingen, ik word dan over nagedacht. En toen ben ik met een keer een karaoke-setje gekocht. Voor 14 dagen en dan denk ik maar weer weg. Ja. Ik beleefde het toen echt toen ik op de bühne stond met dat bandje. En welke nummers heb je toen gedaan? Een liedje van George Baker. Welke? Over the Beautiful Rose in the Morning. Oké. Okay. Die speelde die band en ik hoorde dat ze in het begin van de avond dat speelde. Ik zei, doe me dat nummer maar. Die kende ik. Ja. Oké. Okay. En ik zong dat mee. En maar... waarom heeft je vader dan op een gegeven moment gezegd van, goh, laat me een plaatje? Die was die avond al aanwezig. Nee, weet ik, maar wat trok hem zo aan? Weet niet, ik zag mij daar staan, hij zag dat ik daarvan genoot. En het publiek, de mensen, de familie, vond het ook allemaal heel leuk. Ja. En dat geef je natuurlijk net dat ik vroeger zei van, ik stop er weer mee. Ja. Door die mensen enthousiast dat het publiek was, dan gaan wij heel veel drijfsfeer. Ja, dat ga ik gewoon doen. Oh, dat was wel belangrijk. Ja, absoluut.